capability of this large aircraft with the short runway capability of the much smaller 130. It can routinely land on runways only 3,000 feet long, which is less than 1,000 meters long. Dus aan de ene kant vliegt het vliegtuig intercontinentale afstanden, echt enorme afstanden, en kan dan starten en landen van hele korte baantjes van ongeveer 1,000 meter. Dat is helemaal niks. En dat kan also be a gravel runway, dus het kan een grindbaantje zijn als het is. As the aircraft passes, slats and large power lifting planes. Als u hem langzaam voorbij ziet komen, ziet u dat aan de voorkant en aan de achterkant van de vleugel enorme kleppen naar buiten zijn gekomen. Daardoor kan de snelheid van het vliegtuig, omdat hij zeg maar drie vleugels nu heeft in omvang, kan hij heel erg laag zijn en daardoor kan hij op hele kleine, smalle velden vallen. Power flaps noemen ze. Moeten we eens kijken wat een enorme klappen dat zijn. En de motoren blazen tegen die flaps aan, waardoor er dus meer lift ontstaat. En aan de voorkant van de vleugel zit dus de slats. Dat zijn dus ook platen die zorgen dat de weg voor de lucht over de vleugel nog langer is. Daar gaat het gas weer naar voren. And the aircraft is now performing a go-around maneuver using max power. So what is the speed of sound? 129. Ja, ongeveer 200 kilometer per uur, 120 knopen. Als u op het grote scherm kijkt, dan ziet u dat daar boven op die vleugel, ik probeer het net al te vertellen, bovenop, vlak boven de cockpit, zit een soort kruis, een doel lijkt het wel. Dat is waar de slang in gaat van een tanker. In case you're wondering how big it is, the wingspan 10-10 is about half the length of a soccer pitch. The tail is over 5 stories tall. Empty, the C-17 weighs almost 130,000 kilograms, but with maximum cargo and fuel loaded, that gross weight rises to over 230,000 kilograms. Hij is dus 5 verdiepingen hoog, dames en heren. 5 verdiepingen hoog. En de spanwijdte is die van een half voetbalveld. En als hij helemaal vol zit, dan weegt hij 230.000 kilo. Dus stel je zich voor, dit enorme vliegtuig, spanwijdte 60 meter zullen we zeggen, 230.000 kilo wegend, landt op een baantje van 1000 meter. The aircraft is extremely agile at both high and low speeds, making it easy to operate in any tactical situation, including the combat or other equipment. Het is een beweging die heel gemakkelijk te besturen is en dus ongeveer alles aan kan.